Deze keer van alles over de crop tool. Met de crop tool in Lightroom ben je in staat foto's uit te snijden of recht te zetten. En je vindt de crop tool hierboven. Klik je erop, dan zie je het een en het ander veranderen. Allereerst je krijgt aan de rechterkant een aantal gereedschappen erbij, en in het midden van je foto gebeurt er ook wat. Je ziet dat er een raster om de foto komt. En er staan allemaal hele kleine puntjes op de hoeken. En dat is de crop tool. In eerste instantie zal de crop tool zich verhouden tot de verhoudingen van je foto. En in dit geval is dat 2 uh, breed en 3 hoog. Nou, wat je kunt doen, is uh, je kunt een uitsnede maken. En dat doe je gewoon heel simpel door een van de hoeken, een van die acht rare tekentjes, gewoon naar binnen te halen. En als ik bijvoorbeeld hier eens boven begin. Dan zie je dat mijn cursor een klein beetje verandert. En als ik nou de muis ingedrukt hou en ik sleep hem naar beneden, dan zie je wat er gebeurt. Op zich verandert de grootte van je foto niet, maar je ziet eigenlijk gewoon dat de foto grotendeels buiten het kader wordt gedrukt. Dat werkt een klein beetje anders, zoals je misschien op de klassieke manier in Photoshop gewend bent. Maar na verloop van tijd werkt het op zich best handig. Dus als je aan de hoeken trekt, dan ga je gewoon de foto buiten beeld plaatsen of binnen beeld. En ga je in de foto staan, dan zie je dat je cursor een handje wordt. Hou je hem dan ingedrukt, dan kun je de foto verplaatsen naar je nieuwe crop. En als je nogmaals erbuiten gaat staan, dan zie je dat het boogjes zijn en kun je eventueel de foto een klein beetje draaien. Nou, ben je hier tevreden mee? Dan kun je dubbel klikken en je hebt een nieuwe uitsnede van je foto. Houdt de video hierop nee, natuurlijk niet. Ik ga nog even terug naar de crop tool. En je ziet dat ik mijn wijzigingen weer kan veranderen als ik dat wil. Want er zijn nog een paar dingen waar ik je op wil wijzen. Om te beginnen staat hier origineel. En dat is de verhouding waarin we kroppen. De foto heeft een verhouding van 2 staat op 3. Maar als je erop klikt, dan zul je ook nog een aantal andere dingen kunnen kiezen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat 1 op 1. En je ziet bijvoorbeeld linksboven wat mijn nieuwe uitsnede gewoon meteen zou worden. En je kunt daar een aantal voorkeuzes kiezen. 16,9 zou ook kunnen. Maar je zou ook aangepaste waarden in kunnen voeren. Ik noem maar wat 1 op 25. En je ziet dat je dan een heel smal stripje krijgt. Naast die uh, waardes die je in kunt geven, zit ook een slotje. Normaal is dat slotje dicht en zijn de verhoudingen dus gefixeerd. En klik je op het slotje, springt het open. En zou ik bijvoorbeeld gewoon een hele vrije keuze kunnen maken qua kroppen. En op die manier gewoon bepalen wat jij wil. Al maak je hem heel smal en hoog. Het zou gewoon kunnen. Dan heb je daaronder hoek staan. Zoals we daar straks al vertelden, als je buiten het kader gaat staan, kun je de foto draaien en zie je dat de hoek verandert. Eventueel kun je dat hier nog fine tunen. En je hebt de optie beperken tot afbeelding. Ik zal even alles opnieuw instellen. En we zullen een kleine krop maken in de verhouding 3 staat tot 2. Zoiets. Dan is dat witte bandje aan de rechterkant van de foto net verdwenen. En als ik nou beperken tot afbeelding. Aanvink, dan zie je dat er eigenlijk gewoon weinig gebeurt. En er zal ook niks gebeuren. Ook al ga ik opnieuw kroppen. Je ziet, er verandert weinig. Ik kan sowieso toch al nooit buiten de afbeelding komen. Maar hier verandert weinig in. Waar is deze functie voor? Nou, Deze functie is niet zozeer voor de crop tool bedoeld. Maar eigenlijk meer voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld uh, lenscorrecties. Laten we daar even naartoe gaan. Je hebt hier bijvoorbeeld vervorming staan. En als ik daar nou bijvoorbeeld op ga klikken. Dan zie je dat ik de randen van de foto naar buiten trek. En wat die optie dus doet, beperken tot afbeelding, dat is gewoon zorgen dat je krop niet buiten de waarden van de afbeelding komt. Zoals hieronder de boog of hier aan de zijkant. Zet ik het bijvoorbeeld uit, en we kiezen even opnieuw instellen. Ik zal ook het vervormen even terug naar 0 zetten. Heb je het hier uitstaan en ga je nou de vervorming aanpassen? Ik zal hem een klein beetje kroppen. Let goed op wat er gebeurt. Je ziet het, mijn krop blijft hetzelfde. En ik krijg onderin uh, bijvoorbeeld een lege uitsnede van de foto. Nou, Lightroom vult dat keurig op met wit. Uh, maar daar zit ik gewoon helemaal niet op te wachten. Dat is even in een notendop de crop tool. We hadden het ook nog over rechtzetten van foto's. Nou, op zich is deze foto in uh, de studio gemaakt. Hier is weinig van te zeggen of dit nou recht of scheef is. Maar ik heb nog een tweede foto. En dat is deze. En zoals je kunt zien, staat die goed scheef. Een kleine truc. Zoals je ziet, zitten we nu in de bibliotheek. En als ik mijn foto heb geselecteerd en ik druk op de R, dan ga ik meteen naar mijn crop tool toe. En je ziet gewoon de opties die je hebt. Deze foto staat overduidelijk scheef. En die moeten we recht zetten. En dat doe je gewoon met de hoek. Je zou kunnen gaan draaien totdat je denkt dat de foto recht staat. Maar dat is natuurlijk geen wetenschap. Wat wel een wetenschap is. Dat is dit toeltje. Als je daarop klikt en je gaat boven je foto staan, dan heb je een soort lineaaltje. En je zou hier nu rechte dingen kunnen selecteren en daarmee gaat Lightroom gewoon je foto rechtzetten. Kijk, nu staat die gewoon kaarsrecht. Ik kan hem nog een klein beetje aanpassen. En dat is de manier waarop je foto's rechtzet. Als je die modus selecteert, selecteer dingen die van boven naar beneden lopen, zoals ik dat straks bij het hek deed, en selecteer geen dingen. En selecteer geen dingen die horizontaal lopen. Nu staan mijn assen namelijk gewoon keurig uitgelijnd van de auto, maar rijdt de auto een klein beetje omhoog. En dat komt door het perspectief in de foto. Eigenlijk rijdt de auto naar me toe. Dus dat is een klein beetje vertekenend. Dingen van links naar rechts horizontaal zetten, dat werkt eigenlijk alleen als het ver weg is, zoals een echte horizon. Maar verder geniet de voorkeur van boven naar beneden. Heb ik nog een kleine tip voor je? Je ziet nu een grid over de auto. Allemaal kleine hokjes. En dit is natuurlijk een bepaalde verdeling. Maar als je op de sneltoets O drukt, dan zie je dat dat verandert. Nu zijn er bijvoorbeeld negen vlakken. En dit is namelijk een uitsnede conform de regel van derde. En zo heb je bij O een aantal modussen. Je hebt diagonalen, nog meer driehoeken. De gulde snede, dat is een andere verhouding dan de regel van derde. De, de spiraal van Fibonacci. En bijvoorbeeld een aantal voorinstellingen qua verhoudingen. En uiteindelijk kom je weer terug bij de gewone blokjes. Tot zover de geheimen van de Crop Tool in Lightroom. Bedankt voor het kijken en volgende keer ben ik er weer met een ander filmpje. Doei doei!